In de vijver bij de Warande in Helmond is zondagavond een fietser verdronken. Het slachtoffer werd rond 9:50 uit het water gehaald, waarna hulpverleners nog geprobeerd hebben om de fietser te reanimeren. Dat mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke. Of het om een man of een vrouw gaat, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe de fietser in de vijver terecht kwam. De politie is begonnen met een onderzoek.